Na meer dan 20, na meer dan 200 jaar heeft de kerk in het dorp Nieuw Aurora aan de Boven-Suriname rivier een naam. Johannes Arabikerk. Dit is gebeurd op initiatief van de commissie Arabidagviering. Deze commissie bestaat uit de lokale bewoners Doreen Adipi, onderdirecteur van de plaatselijke school, hoofdkapitein Sampi, stedeling Rob Jansen en Mildred Alexander van de stichting Alles en Verder uit Marit, Fernand en Roy Risti van het Brassa Media Platform. Deze commissie, Arabidagherdenking, is vorig jaar geïnstalleerd in het gemeenschapshuis in aanwezigheid van het dorpsbestuur en bewoners. Commissielid Risti benadrukt dat hij dit initiatief heeft genomen om een deel van ons Surinaams erfgoed voor het voetlicht te brengen. Op de Johannes Arabidag van 6 januari jongstleden liep het dorp alweer voor de 249ste jaar uit de Arabidag feestelijk te herdenken. Dat begon met een traditionele herdenkings- en dankbijeenkomst in de plaatselijke kerk. Een processie door het dorp, toneel en een afsluitingsfeest. Ter gelegenheid van de viering dit jaar is de plaatselijke kerk, ten overstaan van notabelen uit het dorp, commissieleden en gasten, omgedoopt in Johannes Arabikerk. Johannes Arabi is de eerste Maron van Saramakaanse afkomst in de geschiedenis van Suriname die gedoopt werd tot het christendom. Dat was in 1771, nu dus precies 249 jaar geleden. Volgend jaar, 6 januari, zal dit historisch feit voor de 250ste maal worden herdacht.